Ja, nou, alles is dus nu schoon en alles is nu weg. Helemaal geweldig. Oh, helemaal leeg. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog op een nieuwe dag. Het is vandaag namelijk zaterdag 14 november 2020. Mijn naam is Karin Stelman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stelman van der Werf, hoe toevallig. En ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Dus heel veel kijkplezier. Doei! Nou ja, ik ga weer live op Bigo, zoals altijd. Ik ga jullie even laten zien hoe dat een beetje in elkaar zit. Mochten jullie ook geïnteresseerd zijn in Bigo, ja. Dus ik zou zeggen, kijk even mee en luister heel goed wat ik ga zeggen. Ik ga hierop klikken, op Bigo, dan ga ik even nou te snel. Dit is dus Bigo Live. Nou, dan ga ik hier dus op drukken, wat ik dus al had gedaan. Ik zie heel veel icoontjes hier. En ook daar heel veel dingetjes, maakt helemaal niet uit. Dan ga ik dus op het middelste dingetje drukken, daar. Mooi. Hey, ik zie mezelf en jullie zien jullie ook nu. Hey, dat is leuk. Dat is heel vaak, word ik nu gezien, dat is leuk. Nou, dan heb ik dus een live. Nou, dan heb ik alleen dit. Dan heb ik een multi-live. Hier houden we het gezellig. Nou, die ga ik in principe nu tegenwoordig altijd doen. Dan ga ik een dag selecteren. En dan komt dat dus weer hier beneden. En dan doe ik gewoon lekker, ja, gewoon fun. Yo, vandaag. En dan doe ik op oké. Okay. En dan doe ik nu eens even eerst daarop. En dan ga ik op go live. Hey. 3, 2, 1. En ik ben dus nu live. Ja, hey. Ja, nou, ik heb hier dus al gelijk 6 kijkers. Helemaal leuk. Hey, Evie. Ja, en dan zie je hier dus allemaal mensen binnenkomen. Ja, helemaal top. En ik krijg dus nou een lolly. Oh, is ook leuk. Alles goed, Evie? Nou, en dan nu even kijken wie er allemaal binnenkomt. Hé, hey, DJ Angel. Kom je ook lekker naar boven? Komen jullie lekker naar boven? Zal ik het zo zeggen? Kan ik lekker eventjes op een stoeltje klikken? Nou, en... Ja, kijk. Hartstikke mooi. Kaboutertje gaat op 1. Hola, DJ. Zo, en dat is dus dat. Ja! Nou, de hondjes liggen lekker. Hier ligt de Speedy. Daar ligt Lovely. Bij Beauty. En daar ligt Lovely. En waarschijnlijk ligt Lady op balkon. Ja. En ik zit weer gewoon zoals gewoonlijk op Bigo. En toen stonden we nu nog in de BCC om 5:10. Ze zijn al gesloten, maar ze zijn bezig voor ons een halve stelling aan het weghalen. Ja, hoe leuk wil je het hebben? Gewoon even een halve stelling weghalen. Zoek naar een subwoofer. Ja, op zoek naar een subwoofer voor ons. Ja. En maar die ene jongen die zei van, ja, maar ik wil ook op tijd naar huis. Nou, officieel zijn we pas om 6:00 gesloten, maar omdat het corona is, hebben jullie je tijd vervolgd naar 5:00 sluiten. Dus ja, we waren net op tijd binnen. Dus ja, ze mogen even werken voor ons. Ja, waarom niet? Nou, en waar staan we nu? Bij de Mediamarkt. Want het is niet gelukt. En bij de BCC, helaas. Nee. Maar we hebben wel iets heel moois kunnen uitvinden. Dat is deze. Ik laat nog geen prijs zien. Helemaal niet. Dat ga ik nog lekker niet doen. Kijk, deze is hem geworden. Dat is deze mooie dingetje. Ophangbeugel en alles zit erbij. Afstandsbediening. Ga zo maar even door. Dus dat zien jullie straks lekker thuis. En waar zijn we nu weer? In onze lokale supermarkt, de Jumbo.
Ja, alleen ik kan Roderick er nog niet op zetten, want hij zit nooit. Hij heeft nog zijn werkkleding aan, dus dan gaat dat niet. Nee. Dus jullie hebben het met mij te doen. Ja, heel erg hebben het met mij te doen. Ook handig. Ja. We gaan eerst even maar even naar de afprijsingsbak. Nou, daar is natuurlijk ook handig en gezellig. En Sinterklaas moet nog komen, maar de kerstversiering is er al. Wat jullie laatst ook al in de vlog hebben kunnen zien. Ja. Maar ja, we zijn dus nu bijna en bij de afvalbak, wil ik zeggen. Ja hoor, en bij de afprijsingsbak. Jee, genoeg. Jee, joehoe. Dit is dus de afprijsingsbak. Worst. Grilltjes, aardappelschijfjes, kijk. Die hoort daar dan. Ah, het stukje thee. En hebben we hier nog, hebben we daar nog. Heel... Nee, hey, zo ga je niet met eten om meneer daar naartoe. Okay. Kijk, even weer goed neerzetten hier. Het ziet er hier niet echt netjes uit. Zo, hè. Nice, top. Zo. Dat zit dus nu nog in de bak. Voor wie wil komen, ik zou zeggen, kom gerust naar de Jumbo te Leidschap. Yeah, nou, daar waren we weer. En we hebben even een beetje wat woorden gehad. Maar dat maakt niet uit. Elk huisje heeft zijn kruisje. Ja. Maar we hebben wat gehaald. Ja, nou ja. Roderick die heeft het gekocht. Want er is wat overleden bij mij. Ja. Overleden. Ja, overleden. Maar geen dieren. Nee. Wat is dit dingetje? Deze. LG. Die is overleden. Dan zou je wel zeggen, overleden, hoe bedoel je dat? Nou, dat zal ik jullie even laten zien. Even mijn groot licht uit. Kijk, als ik nou dus deze, oplet, aan ga doen. Dan zie je dus hello. Nou, 15% vol. Dan gaat hij zometeen in één keer weer uit. Zometeen. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar hij gaat wel weer uit. Ja, denk ik. Jawel, hij gaat zo alweer uit. Denk ik wel. Kijk, ik zal even. Kijk. Ik heb hem nou op radio. Maar je hoort niks. Kijk, en uit. Dus hij is gewoon echt overleden. Ja, ik heb geen muziek, niks. Helemaal niks meer. Maar oké. Maar, dus we gaan zo meteen even alles loshalen. Dit allemaal. En Roderick die gaat me erbij helpen. En ik laat jullie zo meteen zien wat we nieuw hebben gekocht. Ik ga even een lichtje aan doen. Ja. Dus ik zal jullie even laten zien waar alles hangt en staat. En ga zo maar door. En daarna laat ik ze dus zien wat er gaat komen. Nou, jullie weten dus even mijn computerhoekje. Dat maakt niet uit. Hier hangt een box. Nou, die stroomdraadje gaat hier helemaal langs. Naar beneden. Ga zo maar even door. Om de buizen heen. Ja, om de buizen. Hey, hi. Dan heb ik hier dus nog een box. Heb ik daar nog een box. Dat zijn er al drie. Ja. Deze ding gaat dus weg. Hey, daar hebben we Roderick. Hey. En dan hebben we daarboven nog. En dan hebben we hier een in de vensterbank. Dus dat is, en dan hebben we hier dus nog namelijk, niet te vergeten, een subwoofer. Ja. Waar die kapot is, weet ik niet. Durf ik ook niet te zeggen. Kijk, als ik hem nou gewoon weer aandoe. Hij gaat aan, het is leuk. Maar hij gaat zo meteen weer uit ook. Hij is overleden. Kijk, helemaal niks. Jullie horen niks. En ik ook niet. Hoe toevallig. Alleen mijn lampje knippert een beetje, zie ik. Dat is niet fijn. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Maar deze is dus overleed. Kijk, daar gaat hij weer helemaal goed. Maar wat komt er voor in de plaats? Nou ja, Lady gaan we niet doen hoor. Nee. Helleed? Nee hè. En haar ook niet. En haar ook niet. En vooral mijn man niet. Nee. En Draakie ook niet. Maar dat gaan we wel doen dan. We gaan deze. Ja. Yeah. Dus dat wordt nog leuk. Nou, we gaan eerst dan eventjes dat even lekker ontmantelen. Zodra we dat hebben gedaan, dan ga ik weer eventjes een update geven. Dat we het weg hebben gehaald. En dan gaan we deze unboxen aan jullie. Oké,
Oké, een kleine update. Zoals jullie zien, hebben we dit allemaal al los. Kijk, het wordt hier wel heel erg kaal weer. En alles is daar dus nu ook weg. Kijk, dat zien jullie. En daar is het een grote bol. Ja. En ik ga dus nu even schoonmaken. Yay! Ja, nou, alles is dus nu schoon en alles is nu weg. Helemaal geweldig. Oh, helemaal leeg. Oh. Bijna leeg, ja. Oh. En we hebben wat nieuws in huis. Deze mooie zandbar. Even kijken. Mag ik erop inzoomen? Ja, je mag wel even een beetje inzoomen, hoor. Ga ik echt wel serieus in beeld lopen. Meisje ook. Ik mag even... Ja, natuurlijk ga jij in beeld lopen. Kom eens hier. Kom eens hier. Dat is handig, in beeld lopen. Kom hier. En laat de baas eventjes even mooi... Even mooi zoomen. Aandacht, hè. Vind je fijn, hè? Ja, kan ik? Ga zitten. Nee, ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. 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 Liggen mag. Zitten. Nee, zitten. Liggen. Liggen. En weer. Mooi. En dan ga ik hem weer recht over zo neerzetten. Ik weet niet of het goed is. Ja. Oh, ik moet op jullie kant op draaien. Nee, hoeft niet eens. Nee. Oh wel, jawel, jawel. Ik moet het al heel kant op draaien. Hé, hey. Mooi. Nee. Nee. Zo. Dit is één kant. Joepie. Dat is een mooie doos, maar niet voor jullie. Hebben we hier. Stekkertjes. En stekkertjes en hele mooie instructieboekje. En draden. Wat hebben we hier? Een afstandsbediening. Oké. Okay. Jee. Oh, lekker schuim. Piep, piep, piep. Ja, ik kan niet heel veel tegen altijd. Oké. Okay. Leuk voor hondjes. Mee spelen. Oké. Hoe gaan we als je het eerst uittrekt. Dat ga ik ook doen. Joepie! Oh, nog meer piepschuim. Ja, maar dat mogen de honden niet hebben. Jammer. En de dieren ook niet. En de katjes. Zo, dat is one. Andersom. Een pinke speaker. Dat is een mooie. Een subwoofer nog wel. We hebben hier een beugeltje. Ja. We hebben hier schroefjes. Voor afstandsbediening. Nee. Wat hebben we daar? Hele mooie. Soundbar. Zit er nog meer in? Nee, zeker. Huh? Zit er niet meer in, zeker? Nee. Zo. Inknallen. Erin knallen, maar. Doe maar. Zo. Mooie lege doos. Vult met piep staan. Even die zijflap inklappen. Even die zijflap inklappen. Gaat wat beter dicht. Ja, wat is er dan? Wat zit je te kijken? Te kwetsen. Nee. Ja. Zo. Zo weer terugbrengen. Hè? En zo weer terugbrengen. Er zat niks in. Dat zou ik bijna zeggen. Uitpakken en dan zijn we zo meteen bij jullie terug. Lekker even alleen lopen met Lady. Hé? Ja, hè? Ga je mee? Kom. Ja, goed zo. Ja. Ga je mee? Kom maar.
Wat staan hier allemaal? Een karretje, een verdwaald karretje nog wel. Daar hebben we ook nog een verdwaald karretje. Kom. Lekker ding. Lekker ding. Kom maar. Jee, het is hier een beetje donker. En daar hebben we het parkje. Daar gaan we even doorheen. Jee. Ja, even lekker even alleen lopen met Lady. Met Lady. Zo, maar. Wacht even, schatje, patatje. Maar haar zit niet wat ik wil. Hey. En nu hoop ik wel. Maar nee, het gaat weer zoals ik dit niet wil. Maar ja. Maar het is allemaal geïnstalleerd in mijn soundbar. Ja, ik heb een soundbar. Joehoe. Alleen nu nog even kijken hoe de subwoofer erbij aangesloten moet worden. Dat dan als je dus daar ook mooi geluid bij hebt. Dat het nog eventjes afwachten hoe dat moet. Maar dat komt helemaal goed. Gewoon een beetje YouTube filmpjes kijken.